Ja, die Flu, hij zijn van aan bij de Koiker in Kerkrode. Ja, Ivo, dankjewel dat we mochten komen. Jazeker, Sean. Ziek dat er hij zit. Ivo, ja, het is handig het veranderen bij de Koiker. Wat kent ze ons vertellen daarover? Ja, door de corona zijn we natuurlijk even stel komen te storen. En het Hanfrans Jood nooit dat. Wat kennen we? Hij toch van Besseren. We zijn eigenlijk van de Hamstraat afgekomen. Met een tankstation, een garage en een horecazaak. Dat moet allerlei stad op sprong geregeld worden. En de bedrijf is allemaal door jaar drieën. En ja, nu zongen we even stel. En houden we de mogelijkheid om te kijken wat kennen we nog meer. En ik vind dat best goed gelukt is. Ja, het ziet chic uit, hoor. Ja. En wat zijn nu de minder leuke dingen door corona? Hoe moet zich nu dan voornamelijk houden? Nou ja, we moeten zich houden. Anderhalve meter afstand natuurlijk op het terras. Het geeft ons het probleem. We wensen een groep als van vanaf maanden die daarvoor dan niet bij je zitten. Dat vinden jullie niet leuk. Ja, nu moet je er een papiertje invullen of je moet, is vrijwillig, maar je moet het wel vragen dat voor adresgegevens zijn om dit te kunnen benaderen op het moment dat hij en met corona had gezeten. Is de kaart nog uitgebreid, Ivo? Ja, we zijn het ook de oven die je jongen doen. Dat is sowieso minimaal tot zinger op, het ochtends en iedere dag. We hebben een volledige ovenkaart van de chefkok in dienst genomen. Dus qua dat opzicht, ja, heel wat vooruitgang. Ja, en de oven is om nog eikhammer of zo, maar dan is die broodje rollen. Dan kan ze nog allemaal de broodje rollen, ja. Van dinsdag tot en met zaterdag is dat op. Dat zijn eigenlijk de drukste dag. En vooral natuurlijk niet dat de Janssen ziet nu door het restaurant zo'n loof een broodje op te rollen. Want ja, dat stuurt gewoon. Niet dat die lunen welkom zijn natuurlijk, maar dat is lessig voor de andere gasten. En daarom hand van de ziekant dat afhaalgedeelte. En dan even van de webshop www.broodjekoiker.nl. En dan kan ze gewoon die broodje bestellen en dan kiest het heen gebracht. Dus wanneer ik zal maar als we drie zien, ik zag pot voor mij wel lekker broodje aan, naar België of ik kijk op de site. En kim er door je braad? Kan er door je braad weer? Ja, weet je wel je braad door je chauffeur. Kan ze gewoon in de webshop invullen als je het zelf wilt zwalen of je braad wilt creëren. En ja, op dit moment loopt dat prima. In het begin hadden we heel veel problemen met je gehad. Hadden we eigenlijk een foute partij gehad als webshopbeheerder. En dat had hier je ellende veroorzaakt. Maar nu is alles onder controle en loopt het weer mooi. Perfect. En natuurlijk volgens de RIVM-regeltjes moet er werken. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus hoeveel u kennen ongeveer aan het terras zitten? En hoeveel u kennen ongeveer binnen zitten? Nou, op het terras gaan voor 36 plaatsen en binnen 24. De gemeente die denkt nog middels mee, we gaan een veel groter stuk grond krijgen waar we het terras op kunnen zetten. Waardoor ik van nu meer door je hand op een grotere afstand. Wat jullie ook heel erg fijn vinden. Want ja, vooral uit die terrasjes, waar wordt alles op één geprompt. En ja, dat is nu niet meer. En ja, ook dankzij de gemeente. Feiten voor alle ondernemers heeft er maat. We weten zo gewoon kijken. Dat toch fijn voor de gemeente dat ze middig meedenken natuurlijk. Ja, zeker. Dat zijn voor, ik denk ook, alle nu heel erg voor mee. Ja. En nu stiekem hoffen dat ze kan blijven. Hoor. Want de maat is zoveel gezelliger geworden nu hoor. Ja, dat is ook gemoeilijk. Het straat om je de hoes. Gelukkig dat het voor hoffen dat we het zo kunnen blijven houden, Ivo. Ja, ja. En daar ook corona natuurlijk. Ja, ja, dat is, ligt een beetje aan onszelf. Ja. Maar dat, ja, hartstikke bedankt dat we mochten komen. Jazeker, chic dat er even wordt nog wel. Dankjewel. En heel veel succes. Ja, kunt je ook. Dank je.